Verschillende kindertehuizen uit Paramaribo hebben vanmiddag genoten van een voorproefje van het eerste Suriname Performing Arts Festival. Het festival wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse ambassade in Suriname en het Fonds voor Podiumkunsten. Het festival is georganiseerd door de dansscholen Stichting Untold uit Nederland en Be Your Own Hero van Suriname. Volgens Joanne Coupin, projectcoördinator, wordt de nadruk tijdens het festival gelegd op podiumkunsten en de ontwikkeling daarvan. Het is de eerste editie van de Suriname Performing Art Festival. De bedoeling is dat we dit elk jaar gaan doen. We hebben sowieso wel elk jaar projecten die we doen. Maar echt met de naam Suriname Performing Art Festival is dit de allereerste keer. En voor wie is zo'n festival eigenlijk bedoeld? Suriname. Jong en oud Suriname. Weet je, we hebben zoveel talent hier rondlopen. En ik denk dat het goed is dat die ook gewoon een push krijgen. Wij creëren een podium. Van kom en doe je ding, zodat mensen je kunnen zien. En mensen kunnen zien wat je kan. Coupin zegt dat het festival dit jaar alleen in Paramaribo wordt gehouden. De organisatie wil proberen om het volgend jaar meer districten bij het festival te betrekken. Coupin legt uit wat de bezoekers mogen verwachten van het festival. Wat we allemaal doen tijdens dit festival, het bestaat uit twee grote onderdelen, namelijk dansworkshops en theatervoorstellingen. De dansworkshops worden gegeven door choreografen van de stichting uit Nederland, maar ook onze eigen Surinaamse choreografen. En de theatervoorstellingen die zijn ook allemaal in samenwerking met leden van de dansschool. Wat eigenlijk best spannend is, omdat de delegatie is maandag aangekomen en onze mensen die gaan gewoon in die kleine week tot anderhalve week hard volop repeteren om ook gewoon ready te zijn voor de theatervoorstellingen. Alle onderdelen van dit festival zijn voor jong en oud. Ook de dansworkshops, is je kind 5 en ouder, ook al zou jij zelf willen meedoen, kan gewoon. Je moet je alleen maar registreren hier bij Congreshaal en dan kun je gewoon meedoen aan de workshops. We hebben de theatervoorstellingen Anansi en Thoughts. Die zijn op 25 augustus in ons Stage Theater en we hebben dan op 30 en 31 augustus de theatervoorstelling Srika. Dat is eigenlijk die grote boy. Weet je, dat zijn met de leden van Stichting Untold en een paar leden van Be Your Own Hero. Die gaan dan de voorstelling doen. En 30 augustus hebben we dan de première. En tot wanneer duurt het festival? Tot en met 31 augustus. Dan is de laatste theatervoorstelling en zij gaan dan 3 september terug. Joanne Coupin, projectcoördinator van het Suriname Performing Arts Festival. Zij sprak vanmiddag bij de opening van het festival dat speciaal voor verschillende tehuizen is gehouden in de Congreshal.